Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij mijn tweede game van mijn Battlefield 4 live gameplays hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Ik vind Battlefield tot nu toe echt gewoon een awesome spel om te spelen. En we gaan even kijken of we dit potje natuurlijk ook weer kunnen winnen. Ik speel nog steeds met dezelfde kit als het vorige live gameplay. Ik zal het vorige live gameplay ook in de beschrijving zetten mocht je die nog niet gezien hebben, want dat was mijn allereerste game. En dan gaan we nu even kijken, hoe moet ik knife hier hoor? Oh zo, oké. Dan gaan we nu even kijken of we dit game wel kunnen winnen, want natuurlijk hadden we het vorige game verloren, bla 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 bla. Dat zijn we snel weer vergeten, we gaan gewoon door. Deze vlag hebben we ook meteen. Hier staan allemaal teammates van me. Ik weet niet waar de enemies precies zitten. Het is altijd een beetje irritant aan het begin. Want je weet niet precies waar ze allemaal heen gaan lopen. Want iedereen kan een andere kant op gaan. En dan ben je gewoon dus in één keer al die enemies kwijt. Als je eventjes niet oplet. Jij bent sowieso dood. Er loopt er hier ook nog een naast me. Ik weet niet waar die heen is gegaan. Let's go. Dat is kill nummer 2. Even secondary pakken. Want ik moet die reloaden. Oké, let's go. Dat is kill nummer 3. Dit gaat goed zo. Dit gaat goed zo. We moeten vlaggen pakken, jongens. We moeten vlaggen hebben. Kom op. Vlaggen, 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 vlaggen. Oké, B-vlag hebben we ook. Snel reloaden. Ga liggen, 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 liggen. Want in mijn rug zit er een. Liggen. Oh, shit. Nee, nee, nee. Oh, shit. Zo, ze blazen die hele barricade hierop. Ah, ik ben dood. Ah, we beginnen zo goed, jongen. We beginnen zo goed, worden we gebackrit. Oké, het was een heerlijk begin meteen aan dit potje. We hebben op dit moment 2 vlaggen. Dus we moeten die 2 vlaggen blijven houden. Willen we dit spel gaan winnen. En willen we dit potje gaan winnen. Dus kom op, jongens. Er komt hier zo meteen een naar binnen. Let op, jongens, want er zit er hier rechts. Wow, 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 ze blazen de hele muur op. Maat, 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 maat. What the fuck, jongens, ze blazen die hele muur eruit. Hokidoki, het kan allemaal in Battlefield. Alles kan kapot in dit spel. En dat is echt zo fucking vet eraan. En daar zit een enemy. Jij gaat dood. Lekker voor je. Oké, let's go. We moeten de B-vlag terug zien te krijgen. Want we hebben op dit moment geen enkele vlag meer. En ik heb geen zin om dit potje te gaan verliezen. Oké, we gaan erop op, jongens. Kom maar, we pakken anders de A-vlag. Kut, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Ga dood. Goed zo, goed zo. Oké, let's go. Nu moeten we de A-vlag gaan pakken. Kom op, team. Kom op, team. Kom op, team. Ik ga jullie helpen. Let's go. 3, 2, 1. Huppatee. We hebben de A-vlag. Capture, 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 capture. 3, 2, 1. Let's go. Gassen, gassen. Oké, nu moeten we door blijven gaan. Meteen weer naar de B-vlag toe lopen. Pakken we die vlag ook meteen weer. Als ik die deur doorheen kan. Oké, let's go, jongens. Hij loopt eraan in. Kill hem, jongens. Kill hem. Goed zo. Ik dacht dat hij al dood was. Dus ik stopte met schieten, maar hij was nog niet helemaal dood. Oké, B-vlag meteen weer pakken. De range waarop je die vlag kan pakken is echt heel erg groot. Maar het handigste is om er gewoon zo dicht mogelijk bij te gaan staan. Want dan heb je ook de meeste dekking. En hoe meer dekking, hoe langer je die vlag kan pakken. What the fuck, daar ging ik even bijna dood. Want hij zit daar. Hij zit hier te snipen ergens. Ik weet niet waar. Wacht, even die deur dicht doen. Deur dicht. Zo. Deur dicht. Deur dicht, deur dicht. Zo, oké, de deur is dicht. Je kan gewoon de deuren open en dicht doen van die containers, man. Hoe vet is dat gewoon, hè? Holy shit. Oké, er staat hier een enemy ergens bij me. Daar dus. Alsjeblieft. En oh shit. What the fuck? Ah! Ik wou hem knijven, man. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het lukte nou niet helemaal goed. Kom op, team. We mogen de B-vlag niet verliezen. Kom op, pak hem. Oké, lekker, jongens. Hou die B-vlag. Hou hem, hou hem, hou hem. We hebben op dit moment maar 1 vlag. Ik zit nou niet in het beste team. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar als je niet in het beste team zit, moet jij gewoon je best gaan doen. Zodat je misschien nog steeds dat potje kan gaan winnen. Ik ben lekker veel kills aan het maken, dat wel. Maar kills, dat boeit niks. Want daarmee kan je het game niet mee winnen. Dus je moet niet gaan voor de kills, je moet gaan voor de objective. Dus kom op, jongens. Ze zaten hier in boven. Eentje is naar beneden gesprongen. Komt hij in mijn rug? Ja, daar komt hij. Gewoon hipfire defense. Snel reloaden, want in mijn rug zit er een. Ik werd opeens geflasht of zo. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar mijn beeld werd wit op een of andere manier. Het zal wel. Ik span gewoon weer in. Ik ben bij de A-vlag gespant, dus dan pakken we die meteen weer terug. Want als ik er toch bij ben, kan ik hem meteen weer terugpakken. En mijn team, die gaat zo te zien niet echt heel erg goed achter die vlag gaan. Maar ja, dat mogen ze zelf natuurlijk bepalen of ze achter de vlaggen aangaan of niet. Maar ik vind het spel zo fucking vet, jongen. Die voor je, maat. Oké, let's go. Volgens mij komen ze in mijn saai. Ik weet het niet zeker, maar ik heb het gevoel dat ze in mijn saai komen. Ze vertrouwen niet helemaal. Nee, mijn team spant. Oké, dan kunnen ze daar niet spannen. Dus let's go. Oh, oh mijn god, die kwam zo schietend. Hij kwam gewoon schietend om me afrennen, man. Hij wist dat ik hier ergens zat en hij kwam gewoon aanrennen. Oké, spannen we weer in. Oké, let's go. We hebben 1,5 vlag op het moment. Ze zijn de B-vlag aan het pakken, dus als ze die hebben, dan hebben we er weer 2. Dus kom op, jongens. Ik ren naar de C-vlag toe, want er spannen de enemies. Dus daar kan ik ook wat kills pakken. En oh, dan moet ik natuurlijk wel raak schieten. Oké, kom op, jongens. Knife dat kutglas, dat kan niet kapot. Nice. Oké. Kom op, jongens. Pak de C-vlag. Pak de C-vlag. Ik zit erop. Ik zit erop. Ik zit erop. Help me. Help me alsjeblieft, teammates. Help me alsjeblieft, teammates. Teammates, teammates, teammates. Ik heb hem bijna. Help me. Help me, teammates. Oh shit. Oké, let's go. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Natuurlijk heb ik hem weer. Wie anders, joh. Oké, ik ben dood. Het maakt me helemaal geen reet uit, want ik heb die vlag. Hij snipt hem ook nog, hè, met zijn recon. Nice one. Oké, let's go, mensen. We zijn weer ingespand. Kom op. Gaan we die benamen. We mogen de C-vlag niet verliezen. Jezus jongens, ik heb hem net gepakt en we verliezen hem nu gewoon alweer. Kill ze dan joh, ze staan er gewoon op, ze staan nog gewoon te pakken. Je kan ze makkelijk afknallen hier. Ja, hij staat hier zo met z'n tweeën. 1 en 2, huppatee, dubbel kill, let's go. Hou die vlag jongens, kom op, pak hem terug.
Pak hem terug, die vlag. Is niet zo moeilijk. Hitmarkers, jongens. Pak hem. Hij is bijna dood. Yo, let's go. Hij is dood. Oké, snel eventjes weer reloaden. En dan staan ze hier dus allemaal rechts van me. Dus dan gaan we mooi op afrennen. Ze staan hier allemaal rechts. Allemaal rechts hier zo. Kom erop. Op naar de B-vlag. Ik weet niet precies waar ze zitten, maar ik ga erop af. Gewoon rennen nu. Gewoon rennen. Open die container. Open die container. Daar zit hij. Oh shit. Ik wist dat hij erin zat, maar hij opende die container een beetje laat. Dus dat was ook een beetje een late reactievermogen van mij. En... kut, ze staan ook links van me. Oh. Oh, 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 oh. Pak je knijfje weg. Reloaden, reloaden, reloaden. Ik wil die vlag hebben. Ze staan hieronder. Ze staan daar. Ik zie je staan, maat. Jij bent dood. En... jij bent ook dood. Let's go. Double kill. Ze komen allemaal via de rechterkant nu. Allemaal via de rechterkant. We gaan erin. We gaan erin. Let's go. Let's go. Dit gaat goed. Dit gaat zo lekker. Holy shit. Staan we voor? Nee, we staan weer achter mensen. Oh. Ik ben dood. 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 Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik had hem wel bijna dood. Hij had nog 3% helft. Dus mijn team die heeft hem nu gekillt. Dus dat is mooi. En dan gaan we snel weer door naar de C-vlag. Want dan hebben we die C-vlag weer nodig. Kom op, mensen. Daar loopt niemand. Oké, daar ren ik door. We hebben de C-vlag gewoon nodig. Dus kom op, team. Even kijken waar ze precies zitten. Ik ga hem gewoon pakken. Ik ga hem gewoon pakken, die vlag. Opgerot allemaal. Als ik een vlag wil, dan pak ik hem ook gewoon. Oprot, dit is mijn vlag, jongens. Ik heb even het Chris Hero. Ik weet niet meer waar ze zitten, maar ik pak gewoon die vlag. Ik zie er daarin rennen. Ik weet niet waar hij naartoe gaat. Ik heb hem. Die andere ook. Er loopt er nog een bij, jongens. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb die andere. Oké, let's go. Ik zeg echt vaak let's go in dit live complete. Maar ja, boeien. Oh mijn god. Wow, dit was een mooie battle hier. Oké, snel even healen. Healen, 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 healen. Staat er nog een daar. Get owned, jongen. Get owned. Snel weer reloaden, want er staan er nog meer. Even, even healen, jongens. In mijn zij. Die voor je. Er zijn er nog veel meer hier, want ze zijn weer de C-vlag aan het cappen. Dat vind ik niet zo aardig van ze. Rent er één keer naar boven, die laat ik even rennen. Want ik wil eerst deze fans killen, want die zijn de vlag aan het pakken. Dat is een dubbel kill. Dan gaan we even zijn back reaperen, want er staan er hier nog veel meer. Kut, daar kan ik niet heen. Dan moet die muur eerst kapot. Heb ik geen nade of zo? Oké, even die muur eruit blazen. Kijken of het werkt. Muur gaat alsjeblieft kapot. Ah, die muur gaat niet kapot van een nade. Dan moet je dus een, hoe heet zo'n ding? Een, oh mijn god. Nee. Nee. Ja, lekker voor je, maat. Je bent genijfd. Dan moet je zo'n RPG of zo hebben. Alleen dan kan je dus de muren eruit knallen. En ik ben dood. We gaan lekker, joh. Holy shit, man. Dit spel is kick. Ik zweer het je. Dit spel is zo fucking vet gewoon. Oké, mensen. Kom op. Dit spel is echt vet. Ik zweer het je. Holy shit, man. Ik zweer het je. Ik loop zo meteen naar de Game Mania. En ik pre-order dit fucking game. Ik heb er nu al zin in gewoon. Ik ga hem gewoon pre-orderen, dit spel. Fucking hell, man. Dit spel is awesome. Oké, let's go. Staan we voor? Yes, we staan voor. Wat zeggen jullie dan, team? Hoeveel vlaggen heb ik wel niet gepakt, man? Hoeveel vlaggen heb ik wel niet gepakt? Ik heb er zoveel gepakt, dat is niet normaal. Oké, dan loopt daarin. Oké, reloaden. Rustig, rustig, rustig. Ze zitten daar allemaal, dus ik wacht ze even op. Oh. Even rustig deze keer. Oké, assist. Let's go. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Want ze komen hier allemaal naar binnen. Ze komen hier allemaal naar binnen. Daar loopt er al in. Dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Fuck, in mijn rug volgens mij. Ja, in mijn rug. Oh, shit. Mijn team die deed niks, man. Er stond er volgens mij ook nog één in mijn rug van mijn team. Alleen die deed volgens mij allemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Oh, ik span hem voor iemand. Oh, wat een lekkere span toch weer. Maar ik haal wel mooi een dubbelkilletje hier, hoor. Er zit er nog één. Oh, in mijn rug ook nog één. Huh? Zo, ze zijn aan spantrap of zo, joh. Het is natuurlijk nog de beta. Dus de spans die moeten nog wel even wat beter worden gemaakt. Maar ze zijn veel beter dan in Call of Duty. Dat sowieso. Want in Call of Duty zuigen ze echt gewoon hard. Oké. Okay. Waar zitten jullie allemaal, jongens? Even kijken waar ze allemaal lopen, hoor. Even op onderzoek uit. Zit hij hier binnen? Kom dan. Wat kan gaan komen? Ah, in mijn zij ook nog één. Hij staat daar te campen, man, die vent. Nou, hij gaat nu wel die vlag pakken, maar we staan voor. We staan dik voor het moment. Holy shit. We hebben een vlag nodig, mensen. Anders verliezen we ook nog. We moeten de B-vlag nu pakken, anders verliezen we zo meteen. Maar de C-vlag wordt nu ook gecapt, dus ik ga eerst op de C-vlag aan. Want ik heb geen zin dat we die verliezen. Let's go. Alle enemies zitten op de C-vlag. Allemaal. Holy shit, er zitten er daar veel. Ik heb er één. Ik heb er één. Nu moet de rest nog komen. Jij bent ook dood. Jij bent niet dood. Ik ga ook een nade gooien. Ah, oh, ik wou ook nog een nade gooien. Oh shit, man. Ze zitten daar gewoon met z'n vijf op die vlag of zo. Dat vind ik niet aardig. Wat doe ik nou weer allemaal? Ik wil gewoon spannen. Oké, okay, ik ben gespannen. Let's go. We moeten een vlaggetje erbij hebben. We hebben de A-vlag nu, maar we moeten de B-vlag ook erbij zien te krijgen. Anders verliezen we zo meteen. Daar heb ik geen zin in. Staat er hier een snipertje? Snipertje, kom maar hier naartoe. Lekker snipertje. Oh, die gaat niet dood. Nou ja, fuck hem dan. Dan loopt hij maar lekker weg. Hij mag weglopen. Hij mag het overleven. Ik vind het goed. Ik zie ze daar allemaal lopen. Maar ik ga gewoon die vlag pakken. Als zij allemaal aan die kant lopen, dan laat ik het lekker lopen. Dan kan ik namelijk die vlag pakken. Kom op, pak die vlag, pak die vlag. Capturing. Ik wil winnen dit game. Ik zweer het je. We staan bijna achter op het moment.
Winnen, 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 winnen. Let's go. Ze lopen hier allemaal voor me. Ik ga ze pakken. Ik ga ze backreepen. Ze weten niet dat ik hier loop, want ik heb nog niet geschoten. Dus fuck jou, maat. Jij bent dood. Nee, hij is nog niet dood. Teammate, teammate. Let's go. Oké, we mogen de C-vlag niet verliezen. Ze pakken nu ook de B-vlag, mijn team. Dus het gaat goed. Als ik de C-vlag hou, dan komt het wel goed. Dan hebben we een game gewoon in mijn rug. Waar zit jij? Oh, hij is al dood. Nice. Nice, nice. Dit spel is zo vet, jongen. Holy shit. Kom op, jongens, op die A-vlag af. Spannen voor me. Goed zo. Goed zo, goed zo, goed zo. Pak hem maar terug. Pak die A-vlag gewoon. We hebben gewoon die hele enemy partij van die A-vlag afgeknald. En we pakken hem nu gewoon met z'n allen, joh. Yes. We gaan dit game winnen. Oh, shit. Weer die Joker, man. Die killt me de hele tijd. Let's go. We hebben gewonnen, mensen. Heerlijk potje hebben we weer gespeeld. Echt, Battlefield 4 is een awesome spel. Bedankt voor het kijken. Vergeet me niet te liken. En tot de volgende game weer. Ja. Bye bye, mensen. Wat was mijn score eigenlijk? Wacht, ik wil nog wel even mijn score zien. Wacht even, hoor. Dan krijg ik hier mijn XP. We zijn level 1. Woehoe. We zijn level 1, zo weer. Ja. En ik heb mijn defibrillators unlocked. Die dingen waarmee ik mensen kan gaan healen. Dus dat is wel lekker. En dan gaan we even kijken. Hier krijg ik al die medaltjes nog. Klik, 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 klik. Even kijken hoor. Ik wil mijn score weten. Mijn score was 37-12. Heerlijke score voor in Battlefield 4. Bedankt voor het kijken mensen. Vergeet me niet te liken. En tot die volgende keer. Maar weer. Bye bye.